Hey, welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. In de video van vandaag laat ik zien wat ik zo in een week heb gedaan. Het is vandaag dinsdag en het is om precies te zijn 9:11. En ik ben de dag vroeg begonnen. Ik ben namelijk net al aan het filmen geweest. Ik heb een andere video opgenomen en ik ga zo ontbijten. Ik heb net een online meeting gehad en ik heb straks nog een andere call. En daarna ga ik eventjes wat voor school doen, want dat moet ook gebeuren. Maar op dagen zoals vandaag, wanneer ik druk bezig ben, vergeet ik soms te eten. Ik hou ontzettend veel van eten. Ik eet als het kan het liefst de hele dag door. Maar als ik het gewoon druk heb, vergeet ik het. Of heb ik geen zin om eten klaar te maken. Dus ik ga iets nieuws proberen. Ik heb hier Y-Food en dit is een drinkmaaltijd. Vroeger dronk ik ook wel eens drinkmaaltijden in de ochtend, omdat ik het heel lastig vond om ontbijt naar binnen te krijgen. Dus ik ga dit maar eens proberen. Dit is in de smaak smooth vanilla en het smaakt oprecht lekker. En ik vind het echt bizar dat in zo'n product genoeg vitamine en mineralen zitten, vezels en een eiwitgehalte. Dit is totaal niet voor diëten en zo. Het is meer voor het gemak. Dus bijvoorbeeld zoals vandaag, wanneer ik druk bezig ben met van alles en nog wat, met mijn studie, met mijn werk, en gewoon geen tijd heb om iets klaar te maken, heb ik dit bij de hand. Waar ik echt blij om ben, is dat het vult. Ik heb nu een deel al van gedronken. En ik zit gewoon vol. Want ik ben altijd bang met zulke shakes. Dat ik nog steeds trek heb. Maar het vult echt. Dus het is het proberen waard. Ik heb trouwens ook nog andere smaken. Ik ga die even zo laten zien. Dus mocht je ook benieuwd zijn. En denken van hey sap. Ik wil het ook wel proberen. Ik zal even meer informatie en een kortingscode in de beschrijving zetten. Dit zijn de andere smaken. We hebben chocola. Heel erg benieuwd naar. Banaan. Kokosnoot. En cold brew. Ik maak nooit uitgebreide gerechten. Misschien moet ik dat wel eens gaan proberen. Ik vind het wel leuk om te koken. Alleen doe ik het niet vaak. Ik vind het ook gewoon soms fijn om lekker even simpel iets klaar te maken. Want ja, je hoeft niet elke dag uitgebreid te eten. Dus ik ga eventjes mijn avondeten klaarmaken. En dat opeten. En dan ga ik vanavond even lekker chillen. Een hele goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik weet niet of je op de achtergrond hoort, maar ik hoor de vogeltjes fluiten. Ik vind dat aan de ene kant toch wel wat hebben. Het maakt me wel vrolijk, omdat het af en toe een beetje irritant is zoals nu. Maar ja, de dag is net begonnen. Ik heb me klaargemaakt voor de dag. Ik heb straks online college, dus dat moet ik gaan volgen. Vandaag is ook weer een goed voorbeeld dat ik gewoon geen tijd heb om tussendoor te eten. Ik heb net de hele ochtend lang les gehad en ik moet direct door naar een online meeting. Dus ik heb gewoon geen tijd om iets klaar te maken. Dus ik ga de chocolade variant van Y-Food proberen. Ik heb echt trek. En ik denk dat ik, als ik straks eventjes een momentje heb, dan ga ik wel even wat klaarmaken. Maar voor nu is het heel erg praktisch. Dit smaakt gewoon naar chocolademelk. Oh my god, het is zo lekker.
Ik kan soms gewoon echt geen onderscheid maken in de dagen. Want mijn dagen zien zo hetzelfde uit. Eigenlijk gewoon sinds de pandemie is begonnen. Want ja, je doet natuurlijk vrij weinig buiten de deur. En deze week ben ik de hele tijd thuis. Het is elke dag een beetje hetzelfde riedeltje. Maar ik probeer wel het beste altijd van elke dag te maken. En ik heb me ook weer klaargemaakt voor de dag. Ik heb vandaag niet heel veel make-up aangebracht, want ik had daar niet zoveel zin in. Wel gewoon een outfitje aan, lekker comfortabel. En over een aantal minuutjes begint mijn online college. En voorheen had ik maar een halve dagenles. En soms heb ik dat ook nog wel. Maar vandaag heb ik de hele dag les. En ik vind, zeg maar, online college veel intenser en vermoeiender dan, zeg maar, een fysiek college. Dus ik ga na deze dag heel erg moe zijn. Maar oké. Ik heb er wel zin in, want we hebben vandaag presentaties. Dus ik ga lekker achter mijn laptop duiken. Met een kopje thee erbij. Eventjes een banaantje als snack. Dan gaan we dan beginnen met de dag. De postbode is net langs geweest. Ik heb 2 pakketjes ontvangen. En het zijn volgens mij allebei PR pakketjes. Dus ik heb geen idee wat erin zit. Dus laten we maar samen open gaan maken. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om naar de PR unboxings te kijken. Ik ben eigenlijk veel te ongeduldig om alle pakketjes op te sparen voor 1 video. Want ik ben gewoon veel te nieuwsgierig van wat er allemaal in zit. Een van mijn favoriete make-up merken heeft mij producten opgestuurd. Ik hou echt van Charlotte Tilbury. Mijn hart. We hebben hier allemaal verzorgingsproducten. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik dit gewoon allemaal mag ontvangen. Wat hebben we hier? Ongetemd leven. Deze heb ik van Amazon gekregen, want ik had laatst een online event van hun. Dit boek zal je brein door elkaar schudden en je laten schreeuwen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik had vandaag eventjes geen zin om te koken, dus ik heb junkfood besteld. Ik had er wel eventjes zin in, ook een beetje comfortfood. Dus hier ga ik even van genieten. Trouwens, ik heb iets leuks. Voor de mensen die me op Instagram volgen, die hebben het waarschijnlijk al voorbij zien komen. Maar ik heb een eigen Instagram filter. Mocht je hem willen gebruiken, dan kun je hem vinden op mijn profiel. Long time no see. Ja, dat is lang geleden weer. Wij gaan zo even koken. Ja. Wat gaan we maken? Rijst. Nasi putih. Ja, gaan we Indonesisch vragen. Ayam. Ayam saté. Ja, zo groot saté. Ja, we hebben gehaald tot in de oven gaat. En broccoli. Broccoli, ja. Dus we gaan even lekker koken. Het is zo raar, want het is 6 uur. Ja, 6, ja. En het is nog leeg. Ik heb en niet eens. Volgende week gaat de klok weer in vrij, dan is het alweer 7 uur. Dat is om deze tijd zo niet. Ik vind het echt chill, maar ik heb even een raar gevoel. Oké, maar we gaan eten. Doei. Een hele goede zondag. Gisteren had ik niet gevlogd omdat het echt een chill zaterdag was. Maar vandaag is ook weer een chill zondag. Altijd als ik met deze man ben, zijn we lekker aan het chillen. Dat mag ook wel eens. Jij vooral. Ja. Altijd door de week ben ik altijd druk. En wanneer ik met jou ben, is het gewoon lekker chill. Maar deze hele week hebben jullie kunnen zien dat ik iets ging uitproberen, namelijk Y-Food. En ik heb nog 1 flesje over. En het leek me wel leuk om samen met Rits te proberen. Want het is namelijk de kokosmaak. Hij is helemaal de verpakking te bestuderen. Ja. En Rits houdt van kokos. En ik ben een iets mindere kokosliefhebber. Dus we gaan proberen. En dan ga ik
hierna mijn favoriete smaak met jullie delen. Het ruikt een beetje naar die cocktails die ik maak voor jullie. Oh! Niet verkeerd, hè? Nice. Nee. Oh, alle smaken hebben mij wel echt goed verrast, maar ik denk toch wel dat ik voor die chocola ga. Die smaakt echt wel naar een chocolademilkshake en die had ik echt heel snel eigenlijk opgedronken. Ja, ik ben heel erg tevreden. Deze video is uiteindelijk meer een what I eat in a week video geworden in plaats van een week vlog. Maar ik hoop dat jullie het toch wel leuk vonden om te zien. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.